Wel, men heeft het ontdekt naar aanleiding van een radiologisch onderzoek voor mijn longen. En dan heeft de radioloog dus gezien dat ik op twee wervels uitgebreide kenmerken van osteoporose vertoonde. En heeft hij dat vermeld in het rapport dat bestemd was voor de huisdokter. En dan ben ik verder doorverwezen naar de diensten van dokter Hoema en professor Kaufman. En daar heeft men inderdaad vastgesteld dat ik uitgebreide osteoporose had. En is men begonnen met de behandeling via medicatie. Dat was in 1997, dat ik bij een fietsongeval mijn linkerheup gebroken heb. Maar dan was er absoluut geen sprake van osteoporose. Men heeft daar ook nooit onderzoek op gedaan. Alhoewel misschien dan al de eerste sporen van osteoporose zouden waargenomen kunnen geweest zijn, had men daar specifiek onderzoek op gedaan.